Waalkade in Nijmegen staat sinds kort een survival container. De container is een initiatief van de Seven Hill Survival Vereniging en is het tweede tijdelijke project op de kade. Eerder werd ook al een zentuin geopend. De initiatieven lopen vooruit op de nieuwe groene inrichting die in het najaar van 2017 gereed moet zijn. De container is openbaar toegankelijk. Trainers van de Seven Hill Survival verzorgen een maand lang begeleide trainingsuren. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.